De brandweer had woensdagochtend een heel duizenden liters vermoedelijk drugsafval gevonden in het boetegebied Beheil. Er zouden 2 grote 1000-liter containers hebben gestaan en enkele kleinere vaten. Eén van die vaten was lek geraakt, daardoor kwam er een penetrante geurvrie, aldus de brandweer. De vaten lagen aan de Rietkamp in Heil, dat is in de buurt van de Napoleonsweg. Het vaat wat lek was, is rechtop gezet door de brandweer, waardoor de lekkage werden gestopt. Gevolg voor de omgeving is er niet geweest. De gemeente Maaschouw heeft een gespecialiseerd bedrijf ingezet dat de opdracht heeft gekregen om de vaten af te vuren. Het opruimen van dit soort afval is een kostbare zaak. De grondeigenaar draait ervoor op. In veel gevallen zijn dat gemeentes, maar bijvoorbeeld instellingen zoals Staatsbosbeheer zijn jaarlijks ruim €500.000 kwijt aan het opruimen van afval. De Stichting Natuurmonumenten hebben een schadepost van 1,5 ton per jaar. De exacte stof die in Heil in de vaten zo dus niet bekend, maar het gaat waarschijnlijk om afval dat vrijkomt bij de productie van synthetische drugs. Op diverse plaatsen in Limburg en Brabant zijn de laatste maanden al drugslaboratoria opgerold. Het is echter zeer moeilijk om te achterhalen welke vaten van welk laboratorium afkomstig is.